Welkom allemaal. De opkomst is niet zo groot, maar het heeft alles te maken met wederom corona. We starten vanavond een nieuw seizoen van de lichtvieringen. Maar er ontbreken twee prominente figuren. Jan van Brakel en Harry Uitendaal. Die zijn ons ontvallen een aantal maanden geleden. Maar ze blijven natuurlijk altijd in onze herinnering, want ze hebben een hele duidelijke stempel gedrukt op onze lichtviering door hun aanwezigheid. Daarom steek ik voor hun even een kaars aan. Maar ook Ton en Martine en Gerrit en Pieter zijn er niet. Allemaal aangestoken door de corona. Ze moeten eerst uitzieken. En daarom doen we even provisorisch. Want door Ton zijn afwezigheid hebben we geen organist. De liederen worden allemaal op de beamer vertoond. Met muziek. Dus als je wilt kun je gewoon meezingen. Er is één lied bij waar we niet doen. Maar dat zal Helga straks. We hebben een nieuw werkgroeplid. Helga Klinkers. Daar zijn we ontzettend blij mee. En dan komen we bij het thema. Bij het bedenken van de thema's voor de lichtvieringen zijn we uitgegaan van het boek en het werkschrift. Uitgegeven door de Roos in Culemborg. En dat is De Zeven Wegen van Barmhartigheid. En vanavond is het dus de eerste, en dat is het eerste werk, het voeden van de hongerigen. Even een kleine noot van Ton ook, die heeft het mee voorbereid. En hij zegt ook van ja, bij het herlezen van de viering dacht ik, de actualiteit heeft ons ingehaald. Maar het is natuurlijk wel een thema wat eigenlijk van alle dagen en tijden is. We hopen dus dat u geïnspireerd raakt door de teksten en de liederen en wensen u een goede lichtviering toe. Zo vriendelijk en
van de liefde, zeggen wij allen, die het eerst en het belangrijkst is, want God is liefde en liefde is God. De tweede kaars is de vlam van het leven. Het leven hier, het leven straks, het leven voor elkaar, het eeuwig leven. De derde kaars is de vlam van het licht. Allen, het licht van de wereld, het licht in onszelf, het licht in de nacht, dat allen verlicht. De vierde kaars is de vlam van de hoop. De vlam van verwachting, de vlam die de wanhoop verdrijft. De vijfde kaars is de vlam van geloof. Dat ziet en ziet wat jij niet ziet, dat verder ziet dan de dood. De zesde kaars is de vlam van het woord, dat samenbrengt en vertroost, dat spreken en luisteren doet. De zevende vlam is de vlam van de geest, van liefde en leven, van licht, van hoop en geloof, dat alles in allen wil zijn. Bij het paneel dat de meester van Alkmaar heeft geschilderd, je ziet een propere Hollandse stad, welvarend met stenen huizen. Welgestelde burgers geven brood aan de armen. Een groepje sloebers dromt samen bij de deur van een huis. De vrouw houdt de mand met brood op. Haar man deelt uit. Jezus staat precies in het midden tussen de bedelaars. Hij kijkt ons aan. Op de voorpagina zie je het hele paneel. Dat was toen. Maar wat is er nu toch aan de hand? Over brood en over honger gesproken. De contrasten zijn groot. De een heeft te veel, de ander te weinig. Zo is het in de wereld, zo is het vlakbij in onze samenleving. Mensen gaan met het vliegtuig naar hun vakantiebestemming. Ze kunnen het zich veroorloven. Anderen voelen zich gedwongen om te stelen in de supermarkt. Veel mensen zijn aangewezen op de voedselbank. Maar de voedselbanken komen zelf tekort. En niet elke grootgrutter helpt de voedselbank verder. Vaak weet je niet of het iemand slecht gaat. Hij of zij wil dat niet weten.
schaamte. Tijdens de langere stilte kunt u de volgende spreuken ter overweging nemen. Wie voldoende te eten heeft, denkt aan godsdienst. Wie honger heeft, aan diefstal. Er zijn mensen die meer eten dan honger hebben. En mensen die meer honger dan eten hebben. De volgende tekst gaat over Gerrit Poels, broodpater in Tilburg. Ik ben geen hulpverlener, ik help. Tussen 1968 en 1990 start hij opvanghuizen, een werkgelegenheidsproject, een kringloopwinkel en een low-budget eethuis. Daarna fietst Gerrit Poels 365 nachten per jaar, 30 kilometer door Tilburg. Om 6:30 s'avonds gaat hij slapen. Om 2:15 stapt hij op de fiets en hangt bij zo'n 100 mensen die er niet om durven vragen brood aan de deurknop. 'S nachts kan het ongezien, want mensen schamen zich om hun honger. Wij danken en bidden. Goede God, er is zoveel dat ons goed doet. Brood, kleding, warmte en liefde. Met heel ons hart danken wij u. Maar er is ook zoveel dat ons zorgen baart. De natuur heeft honger en dorst. Hij lijdt onder ons mensen. En mensen komen tekort. Er zijn zoveel landen waar honger heerst. Maar ook in ons eigen land is er armoede, ongelijkheid en onrecht. Voor alle mensen bidden wij, mogen onze toekomst en hoop gegeven worden en mogen de weg van delen en verdelen door de mensheid gegaan worden. Goede God, hoor ons aan in de stilte van deze avond. Zo bidden wij. Amen. Vijf broden en twee vissen. Fragmenten uit Johannes 6. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer. Een grote menigte volgde hem. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat de menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Filippus antwoordde: zelfs 200 daglonen zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de andere leerlingen zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we daaraan met zoveel mensen? Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze. En ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden.
Het volgende lied is een lied wat we wel kennen in het liedboek, maar de mensen van de Roos in Culemborg hebben er een andere tekst bij gemaakt, zodat we dit niet gaan zingen, maar met elkaar lezen. Wie voedt de 5000 monden met zaden van het veld? Of kruimels voor de honden en veel te weinig geld? Een jongen loopt de venten met broden en met vis. Van al die rijen mensen weet niemand wie hij is. Alleen de mensenvisser herkent hem zo te zien. Gelooft, beaamt, hij is er. God heeft erin voorzien. 5000 monden voeden, keer 10, keer 10, keer 10. Is delen van het goede waar God in heeft voorzien. De eeuwige zal ons behoeden en dragen. Mogen de eenvoud van het breken en delen over ons komen. Dat ons het geluk van het geven geschonken worden. Het Onze Vader gaan wij nu zingen. En op de beamer komt de volledige tekst. En die kunnen we allemaal meezingen. Hier staat nu aangegeven dat ieder broodjes krijgt. Maar dat doen we straks als ze de kerkzaal verlaten. Luisteren we nu eerst naar Surrexis Christus. All you heavens bless the Lord. Stars of the heavens bless the Lord.
Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste lichtviering uit de serie van 6. Dus ik hoop dat de volgende 5 beter, ik vond het niet verkeerd gaan. Nee. Toch? We hebben toch allemaal mee kunnen zingen. Ja. En daar gaat het ook om. En het gaat om de intentie. Maar volgende keer is Ton er waarschijnlijk weer bij, hopelijk. En dan hebben we weer een organist. Dus dan gaat het weer op zijn... Ja, ja. Kaarsen. Nee? Weet ik niet. Maar we gaan nu naar de koffie. En dan bedank ik jullie voor de aanwezigheid. Ik hoop dat jullie gevrijwaard blijven van corona. En hoop jullie volgende maand weer terug te zien. Namelijk op 13 november. En dan hebben we het thema... Nu hebben we de hongerige voeden. Maar dan hebben we de dorstige lessen. Dus de laven. Laven, zo is het officieel. Hè? Dus wel thuis... Eerst koffie of thee en dan ga ik gauw de broodjes halen.